Op 8 december 2022 is het 40 jaar na 8 december 1982. Het zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname, waarbij 15 vooraanstaande Surinamers op wrede wijze om het leven werd gebracht. In aanloop naar 8 december 2022 hebben wij van TBN Prime Alert een vraaggesprek gehad met nabestaande Henry Beer, de broer van Bram Beer. En met hem spraken wij over 40 jaar, 8 december 1982, en hoe hij als persoon, maar ook hoe de familie hiermee omgaat. U krijgt vandaag het eerste deel uit het vraaggesprek met Henry Beer, nabestaande van 8 december 1982. Dat is een hele tijd, 40 jaar. En ik zie een aantal processen niet voor me, maar achter me. Ik gedenk dat soort processen. En één is natuurlijk dat er 15 mannen vermoord zijn. Moorden, martelingen die families gebroken hebben achtergelaten. Verdriet, maar ook een samenleving die verdriet ervan had. Want we zijn dat kleine land Suriname, als je 15 van deze mensen eruit haalt, dan heeft iedereen ongeveer verdriet. Dat is op de eerste plaats. En aansluitend daaraan is uiteindelijk in 2007 het proces begonnen. En we zijn nu 15 jaar verder en we lopen tegen, zeg maar, het einde aan van het hoger beroep. En ik denk dat een heleboel mensen hopen dat de volgende herdenking, 8 december 2023, we alleen nog maar kunnen terugblikken en niet meer over vooruit te blikken. Dus dat is het stuk dat vooral met de nabestaande familie te maken heeft. Wat ik ook zie, en daar trek ik me eigenlijk iets meer aan, is dat 40 jaar na 82 wij qua leiderschap van onze bestuurders geen stap verder zijn gekomen. Het is allemaal begonnen, naar mijn opvatting, ergens door een foute onafhankelijkheidsoverdracht, waarbij we niet voor vol werden aangezien door de machthebbers, de koloniale machthebbers, dat de toenmalige, laten we het noemen, onervaren politici een beetje ingestonken zijn, zoals ze dat in Nederland heel mooi zeggen. En dat heeft eigenlijk blootgelegd, als je dat historisch perspectief bekijkt, heeft het blootgelegd het ontbreken van bewust politiek leiderschap in het land. Want er heel snel, binnen 5 jaar, is dat hele, die mooie droom van onafhankelijkheidsrevidentie, die is als een ballon doorgeprikt. In één keer stonden militairen, ondersteund waarschijnlijk door Nederlanders, Hollanders, en die hebben het om zeep geholpen. En dan zie je, dan voltrekt zich 40 jaar lang, ruim 40 jaar lang, een proces van de ene mislukking naar de andere mislukking als het gaat om politiek leiderschap. Politieke leiders, bestuurders, die allemaal struikelen over etniciteiten. Die struikelen over verzuiling in ons land. En dat proces is tot de dag van vandaag op een azijnzure manier weer aan ons voorgeschoteld met die narigheid tussen de president en de vicepresident. En op een of andere manier beseffen die leiders niet. En dat neem ik ze kwalijk. Een politieke leider die ambieert mogelijk de verkeerde macht.
die, het lijkt alsof ze macht ambiëren om zichzelf, vrienden, partijgenoten sterker te maken, te verrijken, belangen te behartigen. Maar daar is het niet voor. Politieke macht moet je willen verwerven om een natie te helpen vormen. Natievorming. Wij allemaal zijn één in dit land. Onze huidige president is mooi begonnen met de term eenheid. Als er één ding is wat ik nog niet heb gezien bij hem, is eenheid. Ja. En dan gaan mensen me vertellen, ja maar luister, hij wordt een beetje gechanteerd door de vicepresident. Dat is onzin, dat wist je van tevoren al. Dus ga met elkaar aan tafel zitten, ga praten over nazivorming. Ga niet praten over eigen belangen. Niet waar. Ga niet praten over politieke zekerheden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de volgende keer weer gekozen word? Dat is niet waar wij als burgers om vragen. Wat wij als burgers willen hebben is financiële zekerheid. Is gezondheidszorg. Is school voor de kinderen. Dat is wat we willen. Ja toch? En welzijn met elkaar. Dat is wat we willen. En wat ik eigenlijk me zorgen over maak, 40 jaar na 8 december 82, is dat bij 8 december 82 15 mensen zijn vermoord. Weet je om welke reden? Ze zijn vermoord omdat ze waarden hebben getoond. Omdat ze moed hebben getoond, omdat ze verbinding hadden met de samenleving. En vanuit die verbinding wilden ze weer democratie bewerkstelligen. Hun openheid, hun transparantie, niet bang, gewoon gaan en praten. En daardoor hebben die militairen hun geselecteerd. De militairen waren bang voor die openheid. Duisternis is bang voor het licht. Waarden zijn licht. Dus die duistere figuren waren bang voor het licht wat ze uitstralen. Welk licht? Waarden. De juiste waarden. En die waarden waren hun ticket om vermoord te worden. Dat is wat ze onderscheidt, die 15. En ik denk dan, ik heb er naar gekeken en ik leer eruit. Maar ik ben geen politicus. En ik denk, beste politici in dit land, jullie ambiëren macht in het centrum van het land om iets met het land te doen. Leer hiervan. Luister naar dit volk, luister naar deze bevolking en leer ervan. Of moeten we weer op enig moment het hoofd buigen voor nog meer narigheid? Want je ziet elementen uit de jaren 82... voor wat de politiek betreft, nu in de huidige politiek. Absoluut. Mag ik een ander voorbeeld noemen? Zonder af te doen aan de grootheid van die man die we Gandhi noemen. Wat leert de grote Gandhi ons? Eenvoud. Eenvoud, nederigheid, vredelievendheid. Kijk naar zijn bewegingen, wat hij heeft gedaan, de mars die hij heeft gedaan. Martin Luther King, wat leert hij ons? Eenvoud, nederigheid, waarden. Het zijn onze rolmodellen in deze wereld waar je waarden leert. Wij hebben 15 van ze. Leer ervan. Het enige wat dit land gaat redden. We zijn verzuild. We zijn verzuild in de vorm van etniciteit. Javaan, Hindustan, neger, Maron is er weer een ander soort neger, weet ik veel wat allemaal. Maar de mensen onder elkaar, hier bij mij op kantoor, werken we met alle kleuren. Wij zijn niet verzuild. We eten samen. We delen ons eten. Als je op straat kijkt, mensen trouwen onder elkaar, die zijn niet verdeeld. Het zijn die machthebbers. De politiek verdeelt ons. De politiek, iemand die opstaat, die denkt van, en weet je waar je het ook ziet? In de religie. Daar komt zo'n vent in, die zegt, ik ben voorganger. Ik ben bisschop.
En dan gaan mensen in de zaal zitten naar hem luisteren. Halleluja. Ik veroordeel de christenen niet. Let op wat ik zeg. Dat veroordeel ik niet. Het gaat me om die machthebber. Iemand die daarvoor gaat staan. En met de meest waanzinnige ideeën komt. Om het volk daar in de gemeente naar zich toe te trekken. Daar zit de fout. Het ontbreekt aan eerlijk, authentiek, dienend leiderschap in ons land. Dat is de pijn van ons land. Ik denk dat die gemeenschap toch graag wil weten, heer Henry, hoe jullie als nabestaanden, nu 40 jaar, jullie zelf staande hebben weten te houden en waaruit jullie vooral kracht hebben geput. Weet je, ik heb geen zicht op alle nabestaanden. Laat me dat beginnen. Ja, over, ja. Maar als ik kijk naar mijn directe omgeving, ons eigen gezin en de kinderen eruit, dan zie je dat in de eerste jaren ze het heel erg moeilijk hebben gehad. Vader is vermoord, hij heeft 3 kinderen en al die 3 kinderen zijn eigenlijk waren lost, onbalans. En wij, broers en zussen van Bram, proberen ze dan op te vangen. En dat is het eerste wat je doet. Mijn vader heeft dat gelukkig niet meegemaakt, die was al overleden, maar mijn moeder heeft het meegemaakt. Dus je vangt je moeder op, je vangt de schoonfamilie op en je probeert zo goed mogelijk dat die stabiliteit terugkomt. En langzaam maar zeker, het duurt wat langer, maar langzaam maar zeker zie je dat ze inderdaad stabieler worden. Dat ze vooruit gaan kijken. Ze worden wat volwassenen. Het zijn jonge kinderen. Die bij ons was het meisje was 4 jaar geloof ik en jongen 2 jaar. Het enige wat ze meekrijgen, dat is de pijn die van de moeder en van de familie uitstraalt naar ze. Want ze hebben het niet echt meegemaakt. Toch? Die pijn. Dus die pijn zit hem vooral bij de ouderen. Die dat drama hebben gezien. Maar het is niet alleen dat drama. Degenen die hier in Suriname wonen, hebben natuurlijk ook meegemaakt wat die militairen de jaren daarna met ons heeft gedaan. Dus, maar goed, gaandeweg zie je dat ze zich ontwikkelen. En wat de laatste, ik kan zeggen, de laatste 15, 20 jaar misschien, maar zeker 15 jaar, zie je dat er, ze zijn volwassenen geworden. En ze gaan. Vele van ze hebben ook weer kinderen, de volgende generaties geboren. En ze kijken naar, en nu nemen zij ook, en ik heb in het begin heb ik hard gestreden voor het komen tot een rechtszaak. En op een gegeven moment wordt dat stokje overgenomen door hun en zij gaan ermee verder. Vroeger was ik veel in het nieuws, want ik maakte een beetje gerger hierover. En nu zie je dat die kinderen het overnemen. Je hoort hun nu praten. Die beweging. Maar wat wel goed is, is dat die beweging is levend gebleven. En dat komt natuurlijk doordat die rechtszaak loopt. Hè. Iedereen wil graag dat een keer dat een goed laat zeggen, dat gerechtigheid wordt bereikt. Laat me dan het zo omschrijven. Ja. Gerechtigheid. Zien jullie dat door het opsluiten en dat is voor jullie gerechtigheid? Ik denk dat. Het is een interessante vraag, deze vraag. En ik denk dat er verschillend over wordt gedacht. Een vrij grote groep die zoekt gerechtigheid in het opsluiten van de hoofddader, in ieder geval. Als ik ze een beetje ken, en na 40 jaar word je familie van elkaar. Dan zullen heel veel mensen pijn hebben en verdriet, veel verdriet houden wanneer na een definitieve veroordeling in hoger beroep de hoofddader, als hij vrij mag blijven rondlopen, of gratie zal krijgen. Het zal een hele grote, worden beschouwd als een grote fout. Ik zelf kijk daar anders naar. Voor mij is gerechtigheid is niet iets wat wij mensen geven of mogen geven. Gerechtigheid is, denk ik zelf, het geweten van het individu die zich kan verschonen of niet.
En pas wanneer dat individu, die hoofddader bijvoorbeeld, zou erkennen en zeggen dat hij fout heeft gehandeld en die spijt heeft, dan kan er voor hem en voor mij gerechtigheid ontstaan. Maar dat is niet waar ik op zit te wachten. Dus ik heb niet zoveel met gerechtigheid. Wat ik al eerder heb uitgelegd, mijn gedachte over deze 40 jaar zit hem eigenlijk meer in welke lessen kunnen wij hieruit leren. En met name daar waar dit probleem is begonnen, op het hoogste bestuurlijk leiderschap, welke lessen kunnen we daaruit leren, daaruit trekken en welke lessen kunnen we direct nu toepassen. Weet je, soms denk ik, laat die man Boutersen rondlopen. Veroordeel de man, laat hem vrij zijn. En laat de politieke macht op dit moment ons allemaal op een correcte, menswaardige manier tegemoet treden. Laten ze eerlijk met ons zijn. Ik denk dat dat meer betekent voor de mens dan één figuur die wel of niet wordt opgesloten.